Sport Groningen pakket krijg je een aantal dingen. Klokje op het dashboard om je rondetijden te meten en zo. En volgens mij heb je in het infotainment systeem ook nog wel wat opties daarvoor. Klokje heb ik altijd moeite mee om uit te werken hoe dat precies werkt. Je krijgt launch control en we krijgen deze mooie draaiknop op het stuur. En daarmee kan je instellen of die gewoon in normaal, sport, sport plus. Hè. Dus, sport plus, dus hardere onderstel als je een luchtvering hebt, noem het allemaal wel. Maar, en ook de sport response button. Ik rij nu achter een Suzuki SX4 op een onderweg in Duitsland. Als ik hem indruk, heb ik 20 seconden lang maximum attack modus. Dus hij schakelt terug, houdt die versnelling vast en ik kan veilig inhalen. Heel veilig. Ik ga nu ongeveer 80 km hard op deze weg, maar je zag het. Het was wel veilig tijdens het inhalen zelf. Hele fijne optie. Ik kan hem ook weer uitzetten. Gaat hij weer normaal naar normaal. Dus 20 seconden lang. Schakel terug. Zorg ervoor dat de bak dat vasthoudt. En gewoon lekker ervan door rammen. Dan gaan we ze ook even ergens launch control doen. Launch control. Porsche met automaat, niet zo heel ingewikkeld. Zorg dat die bak in drive staat. Linkervoet op de rem. Hij moet in sport of sport plus staan. Linkervoet even goed aanduwen, rem. En dan gas ingedrukt. En dan gaan we. En we gaan ook echt. De zonnebril vliegt bijna van mijn hoofd. Volgens mij zagen jullie de camera ook echt even zo'n baan doen. En het leuke bij Porsche, je kunt het gewoon ook elke keer weer doen. Ik rij even niet bij deze mensen in de voortuin zal ik het doen, maar stel dat ik hier weer stop. I kid you not. Mag het gewoon weer. Dus niet zo'n GTR BMW M van vroeger, hè? Gewoon.